Wat was er bijzonder in dit carnavalsjaar? Ja, dat was een heel bijzonder geval. De Old Prinsen die komt als gewoonlijk elk jaar bij de prins en had je dan een cadeau aanbieden. Toen kwam ze bij ons aan, dus 6 kippen kreeg ik en een haan met een bijzonder kenteken. 1 oog. Nou, dat was wat. Ik zei, we kunnen nu in godsnaam een haan doen met 1 oog. Dat past toch ook niet, dat is ook niet goed. Nou, fijn, laten we gaan. Verdomd, in hetzelfde jaar kregen we raad op brand. 12 augustus. Het heel spul niks van overbleven. Alle kippen voort en naan voort, niks van over. Stefan kreeg een mooi kalf, nou, dat was prima in orde. En op les, ja, dan weet je wat, dan kreeg controle. Maar ja, die controle kon ze bij ons niet meer maken. Dat was ten einde. Nou, wat is er gebeurd? Die kippen die wanden niet meer. En Stef zijn naan, of ja, Stef zijn kalf. Dan is men gewoon naar de slager. Nou, dan heb je door met profiteerd. En ik zei het zo nog gebeuren toen die kerels binnenkwam. Controle. Controle van de kip. Dat kan niet meer, jongens. Dat is gebeurd. Hoezo gebeurd? Je bent allemaal in de heer overleden. Hier, daar is ze staan. Waar daar is ze staan? Hier, voor een schouw. 6 stuk, 7 stuk op de rieg. 6 kippen en naan met 1 oog. En daar is ze van overbleven. Helaas. Leuk, we hebben een fantastisch mooi carnavalsjaar uit. Het was heel bijzonder. Carnavalsmensen, allemaal bedankt. Allah.